Die hondshaai die mijn lokale vishandel voor mij in petto heeft, doet me denken aan toen we deze zomer in Oostende waren. Dankzij de app Allo Standijze maakten we kennis met het maritieme erfgoed op de oostelijke oever, in de volksmond wel eens het Negerdorp genoemd. De stokers van de stoomschepen van weleer zaten altijd onder het roet vandaar. Aan de visserskoppen van fotograaf Stefan van Vleteren te zien, is varen nog steeds een job met karakter. Hier is de Vlaamse visveiling gevestigd. En in het voormalige sprotkot wordt de prijs van de vers aangevoerde vis bepaald. Dankzij de gratis veerboot zijn we in een wip terug in het centrum om een hapje te eten. David van Bistro Mathilda is een van de chefs die de uitdaging aanging om in het kader van Allo Standijze vis van de maand op de kaart te zetten. David werkt graag volgens de principes van food pairing. Onlangs werd het smaakprofiel van enkele Noordzeevissen geanalyseerd en dat opent heel wat creatieve mogelijkheden. Hondshaai in een ceviche gekoppeld aan citroengras, komkommer en appelsorbet. Je kan heel creatief zijn met vis van bij ons. Ook mijn hobbykok raakt geïnspireerd, dus op naar de vistrap. Daar wordt dagelijks voor dag en dauw de verse vis van kustvissers aangevoerd. Die verkopen ze in hun eigen stalletjes. Na de ontdekking van de hondshaai wil ook mijn eigen chef wel eens iets anders. Het wordt tongschaar, een onderschatte seizoensvis, zo blijkt. Benieuwd wat hij straks uit zijn potten zal weten te toveren. Mevrouw. Mevrouw. Oh ja, mijn hondshaai. Ik vraag mijn vishandelaar altijd naar de vis van de maand. Zo ben ik ook een heel klein beetje visser in die fantastische zee.